Hoi allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Sorry dat ik al een tijdje geen vlogs meer heb gemaakt, maar de reden hiervan is omdat ik het super druk heb gehad met het schrijven van mijn ondernemingsplan. In het derde leerjaar van je opleiding hoor ik je ondernemer manager die een ondernemingsplan te schrijven samen met een klasgenootje of iemand die in hetzelfde leerjaar zit als jij. Ik heb mijn ondernemingsplan samen geschreven met Anouk. We hebben gekozen voor een satébak in Den Haag. Ik zal jullie een beetje toelichten wat een ondernemingsplan nou precies is. Nou, een ondernemingsplan heb je nodig als je een eigen bedrijf wil oprichten. Hierbij kijk je naar de trends in de horecabranche, de vraag- en aanbodzijde. Verder maak je ook een exploitatiebegroting, een liquiditeitsbegroting, liquiditeitsbalans. En kijk je naar de rechten die je de rechten binnen de horeca, want je kan bijvoorbeeld niet zomaar een terras openen. Ik zal jullie een stukje laten zien van hoe ons ondernemingsplan er precies uitziet. Wat ik ook super graag aan jullie wil mededelen is dat ik volgend jaar een stagejaar heb. Ik had in mijn vorige vlog al verteld dat ik mag een stage lopen bij Parkplaats en Victoria in Amsterdam. Maar helaas door de omstandigheden waar we nu in leven gaat mijn stage in Amsterdam helaas niet meer door. Dus heb ik een andere stageplek gevonden en dat is een conferentiehotel in Hezen. Hoe het hotel precies heet en wat ik daar precies ga doen, ga ik jullie pas na de zomervakantie vertellen. En waarschijnlijk gaan mijn vlogs het eerste half jaar alleen over mijn stage, wat ik daar precies ga doen en hoe en wat. Dus ik hoop dat jullie na de zomervakantie mijn vlogs ook nog bekijken. En ik wens jullie een hele fijne zomervakantie en blijf gezond. Doei!